Red Carpet Radio. We zijn hier in Fortemulum in verband met het bezoek van de minister van Financiën Wopke Hoekstra en van Economische Zaken Mona Keijzer. Ze zijn hier te gast en worden ontvangen door Inge van Dijk, de nummer 4 op de lijst van de CDA, en Erik Ronners van gedupeerde staten hier van wonen. Er zijn verschillende Brabantse dorpen initiatieven gaande om het dorp de kerk te laten kopen. Er is niets in de gemeenschap van te maken. Fortemulum is een klein dorp, 705 inwoners, in de gemeente Boksmeer en straks in het land van Kuik. Het dorp is bekend van de bekendste Nederlandse vlag tijdens alle wedstrijden van het Nederlands elftal en natuurlijk van de metworstrijden tijdens carnaval. Het is tevens het geboortedorp van Erik Ronners. Achter mij is de kerk omgebouwd als MFA. En dat gaan wij straks bekijken, inclusief een rondleiding met de minister van Financiën, Wopke Hoekstra. Loopt er maar iets naartoe, kijk maar. Wat goed jullie allemaal te zien. Ja, gelijk. Welkom in Fortemulum. Van Kleindorp is natuurlijk echt wel gaaf dat jullie hier vandaag, dat u hier vandaag wilt zijn. Maar we weten zeker dat het verhaal dat wij vertellen, dat is wel een mooi verhaal. Het gaat inderdaad over leefbaarheid, over zelf de dingen doen, gezond boerenstand gebruiken. Dat is ook heel belangrijk in dit soort. Dus we nemen jou graag mee in het verhaal van Knillers. Hartstikke mooi. Hartstikke en we hopen dat dit een waardige afsluiting wordt van jouw tocht door Brabant. Ja, het was een geweldige tocht sowieso. En volgens mij de kerst op de taart. Dus ja, ik ga met jullie mee. Ja, leuk. We zijn de hele dag op Brabant. Schade, ik heb de agenda. We hebben drie dingen belangrijk gemaakt. Wonen in het dorpje, zorg voor ouderen en een eigen dorpshuis. Nou, er kwam de kerk te koop. Dus we hebben via allerlei instanties en veel politiek, hele goede medewerking hier in de Boksmeer. Uiteindelijk een pand kunnen kopen als stichting, want het is echt een schitterend gebouw. Ja. Ik vind het ontzettend belangrijk dat we erop inzetten om alle regio's in het land leefbaar te houden. Natuurlijk in de Randstad, waar het in heel veel opzichten ontzettend vol is. Maar ook op plekken waar er misschien juist leegloop is. Zoals in stukken van Zeeland en stukken van Groningen. En ook de problematiek van de kleine kernen, die je hier in min of meer meerdere mate hebt. Terwijl je natuurlijk in Brabant ook geweldig veel voorbeelden hebt van innovatie, van dynamiek, van plekken die juist heel hard aan het groeien zijn. Ik heb het voorrecht om veel vaker in Brabant te komen. Ik heb stiekem ook een beetje een zwak voor de provincie. Een van mijn twee opa's is er geboren. En ik kom er vaak ook omdat ik de combinatie van die innovatie en die economische kracht en die saamhorigheid zo mooi vind. En vandaag een hele mooie dag gehad. Ik ben letterlijk in West-Brabant begonnen, heel Brabant doorgereden en in Oost-Brabant geëindigd. En ja, wat mensen hier doen qua inzet voor de gemeenschap is, ik vind het hartverwarmend om de voorbeelden hier van Maarten en van Yvonne te horen. We hebben het hele dorp op groene energie overgesloten. We hebben een heel zonnepanelen dak gelegd. En elke keer vanuit principe groot inkopen, dat is voordelig. Ja. En dan delen we de winst. Dus de helft is voor degene die een zonnepaneel koopt en de andere helft is voor onze stichting. Als je kijkt naar leefbaarheid, mensen willen elkaar ontmoeten, mensen willen gewoon samen dingen ondernemen, dingen doen. Nou, deze initiatieven bewijzen ook dat die behoefte er is. Dit krijgt een overheid niet geregeld. Die kunnen, als een overheid zou zeggen, wij hebben een goed idee, gaan jullie maar eens bij elkaar in die kerk zitten, maak een leuk plan. Gaat gewoon niet gebeuren. Als mensen het zelf zeggen, wij willen dit, dan gaat het wel gebeuren. Nou, dit is een fantastisch voorbeeld. Ik ben zelf ook wethouder in Gemerbakel. Ook dergelijke initiatieven. En je merkt gewoon, als je die initiatiefnemers niet op een gegeven moment bij de hand neemt en zegt van, we gaan jullie helpen, dan hebben ze het gewoon heel moeilijk. Ze lopen tegen regelgeving aan, komen ze nooit mee in aanraking. Maar wel als je met zo'n groot initiatief aan de gang gaat. Dus wat wij vaak doen is, we koppelen er bijvoorbeeld één projectleider aan die ze continu helpt. En ik denk dat samen optrekken dan echt super belangrijk gaat worden. Ik heb ooit voor de grap gezegd, 8 jaar geleden toen ik voor de eerste keer lijsttrekker werd, toen heb ik gezegd, we gaan alle gemeentehuizen opheffen. We geven elke ambtenaar een laptop en als er iets te doen is, dan gaat die ambtenaar naar de dorp toe of naar de initiatief toe, gaat hij aan de tafel zitten en dan gaat hij daar zijn werk doen. En dat is natuurlijk het extreme, maar ik geloof ook dat gemeentelijke overheden flexibeler moeten worden daarin en ook gewoon moeten accepteren dat de gemeente dus overal is en niet alleen maar in het gemeentehuis. Ik ben vandaag op verschillende plekken in gesprek geweest met ondernemers. Soms ondernemers die heel hard geraakt zijn door alle coronamaatregelen.
Sommigen die daar niet zoveel last van gehad hebben. Wat mij hier in ieder geval wel heel duidelijk geworden is, dat in die dorpen, in die gemeenschappen, ook de bevolking heel goed snapt hoe belangrijk het is om te blijven bestellen bij je lokale ondernemers, om die overeind te houden. Nou, dat past heel erg weer bij mij. Ik kom van Volendam en dat is ook zo'n gemeenschap waarin we het echt met elkaar doen. Nou, dat is waarom ik in het kabinet, samen met Wopke Hoekstra, die is uiteraard verantwoordelijk als minister van Financiën, en met andere leden in het kabinet vooral kijk naar wat kan er wel. Hoe kan bijvoorbeeld, kunnen evenementen wel plaatsvinden? Kunnen eventueel wel de terrassen open? Nou, die discussie voeren we nu. Dat is namelijk niet alleen goed voor ondernemers, maar ook gewoon goed voor ons allemaal. Wij willen allemaal weer eens lekker in de zon op een terras zitten. En we zijn dus aan het kijken hoe je dat voor elkaar kunt krijgen, want we weten ook hoe dat op een veilige manier kan. We zijn nog niet zover dat we met elkaar uitgedacht hebben wat we daar nou mee gaan doen. Wat ik wel gedaan heb, is proefevenementen, field labs zoals dat heet, mogelijk maken. Waarin met allerlei extra voorwaarden van tevoren testen, daarna testen. Mensen hadden een sensor op om te kijken hoe verhouden mensen zich nou tot elkaar, hoe bewegen ze in de ruimte. Verschillende bubbels, kijken of dat effect heeft. Hebben we nu in ieder geval al 2 voetbalwedstrijden, een zakelijk congres en een cabaretvoorstelling gehad. Daar leren we van. En dan is de verwachting dat de ervaring die we daar opgedaan hebben, we kunnen gebruiken voor het slim weer mogelijk maken van evenementen. Goed voor de economie, goed voor de mensen.